vandaag heel mooi weer, dus dan zitten we hier vaak buiten. We wonen hier al een aantal jaren en het is echt heel erg fijn. Het is voor ons vakantie. Ik ben natuurlijk boven de 65. En we hebben een grote vakantie, dus dat is heerlijk. Alle dagen lekker vrij, zalig. De man is nu even weg, die is op de racefiets de West-Friese Ommelingdijk aan het fietsen. Iets van 125 kilometer en dat vindt hij heerlijk om te doen. Dus, en nu zitten we lekker rustig te genieten. Ik pak er altijd even het recept erbij, vind ik wel heel erg makkelijk. Er staat, verwarm eerst de oven. De oven gaat op 180 graden. Dan gaan we de eiwitten scheiden. Want nu gaan we de bloem erbij doen. Ja. Zout is een klein beetje meestal genoeg. Even op je hand. Halve theelepeltje. Klaar. Dat is twee. Dat is wel genoeg. Nu gaan we de ei dooien. Ik ga hem lekker schuimig kloppen. Klop in de andere kom de eidooiers samen met 50 gram suiker tot een romige crème. Het ziet er wel lekker uit. Heerlijk. Kijk eens lekker. Dan gaan we het samenvoegen. Ziet er lekker uit, heerlijk. Nu moet het even een poosje blijven staan. Laat het 5 minuten staan, zodat het beslag wat dikker kan worden. En dan kan het. Nu gaan we schouder de oven doen. En dat wordt ook lekker. Zo, dan gaan we wachten 20 minuutjes lang. Het hoort er zo lekker bij de zomer. Het is een echte zomerkoninkjes. En als we het doen, dan doen we het goed. Dan maken we het leuk op. Dat staat heel gezellig. Zo, hoe vinden jullie dat? Maak je erbij. En voilà, de visite kan komen.